Bouwkosten nieuw AZC in Wijchen zouden geen effect moeten hebben op de gemeentelijke begroting, meldt burgemeester Helmer Engelenbert. 21 miljoen, dat is netjes geregeld in de begroting. Colwijn betaalt ons alles terug. Het drukt niet op onze eigen begroting en onze eigen plannen, dus we hoeven er niet om te bezuinigen. En verder in het nieuws vandaag. Marieke lijdt aan een hersenbeschadiging en geeft middels een docu inkijkje in haar leven. En eindelijk is plein 44 af van lelijke gebouwen en hijskranen. Vandaag opende de supermarkt in de nieuwe woontoren. Burgemeester Renske Helmer Engelenbert geeft meer duidelijkheid over de nieuwe plannen omtrent het AZC. Dat in Wijchen gebouwd gaat worden op kosten van de gemeente. De belastingbetaler zal van de bouw van het AZC niets merken en de bouwkosten zouden geen effect moeten hebben op de huidige begroting van de gemeente. Het AZC zal 10 jaar blijven staan en daarna wordt het weer afgebroken. Het bestemmingsplan voor de locatie die gebruikt gaat worden voor de bouw van het AZC was eigenlijk niet gericht op woningen. Als de 10 jaar dat het AZC in Wijchen zal staan zijn verstreken, wordt er gekeken wat er gedaan kan worden met de onderdelen van het asielzoekerscentrum. Nou, over 10 jaar wordt het weiland weer weiland en we kijken wat we met het gebouw nog kunnen. Kan het hergebruikt worden of gaan we het helemaal oogsten, heet dat tegenwoordig, alle onderdelen die gebruikt moeten worden. Iedere 2 weken krijgt gemeente Wijchen een brief van het landelijke ministerie waarin zij een dringend beroep doen op gemeenten om opvangplekken te realiseren. Met de bouw en komst van dit nieuwe AZC levert Wijchen hier een bijdrage aan. We snappen echt wel dat het spannend is, vooral voor direct omwonenden. En we gaan echt goed ons best doen om de leefbaarheid, veiligheid, en daar gaan we heel erg aan werken, om te kijken hoe kun je goed samenleven in een omgeving van een AZC. Na 10 jaar zal het gebouw weer leeg komen te staan, zal het ontmanteld worden en weer bestaan uit weiland. Er is over nagedacht en we hebben gezegd dat het bestemmingsplan blijft wat het is, weiland. We gaan daar dus een uitzondering op maken voor 10 jaar en na 10 jaar wordt het weer weiland. De totstandkoming van het AZC zal mogelijk gemaakt worden door een voorfinanciering vanuit gemeente Wijchen, wat op termijn zal worden terugbetaald door het COA. Dat komt niet uit onze dagelijkse lopende begroting. Daarop hoeven wij niet te snijden, we hoeven niet te bezuinigen. En dat is denk ik het belangrijkste. Uiteindelijk, at the end, betaalt het COA dit bedrag en kost het de gemeente niks. De gemeente Wijchen neemt in overleg met het COA de regie op de realisatie van het AZC. Hiermee ontlasten zij het COA. 21 miljoen, dat is netjes geregeld in de begroting. COA betaalt ons alles terug. Het drukt niet op onze eigen begroting en onze eigen plannen. Dus we hoeven er niet om te bezuinigen. Marieke van Driel is voorzitter van de patiëntenvereniging voor mensen met cerebrale parese. Dat is een hersenbeschadiging die maakt dat bewegen een uitdaging is. Het gaat gepaard met een pittig prevalidatietraject dat plaatsvindt in de Sint Maartenskliniek. Marieke vindt het belangrijk dat meer mensen met zichtbare beperkingen in de media verschijnen. De NPO zond daarom afgelopen weekend een documentaire uit over het leven van Marieke en haar revalidatie in de Sint Maartenskliniek. Marieke onderging een operatie voor een nieuwe knie en moest daardoor een zwaar revalidatietraject afleggen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In de kliniek vertelt ze over het leven met CP, wat het revalidatietraject ook lastiger maakte. Voor mij is dat wel een leven met uitdagingen. Je moet je voorstellen dat niks vanzelf gaat. Ik heb op regulier onderwijs gezeten. En ik heb dus altijd met mensen zonder beperking geleefd. En daardoor was ik wel altijd anders. Maar het heeft me ook wel uitgedaagd om mezelf te verbeteren. Om grenzen te verleggen. Dus je leert wel om te gaan met dingen die niet altijd vanzelf gaan. Met de documentaire hoopt Marieke dat er meer aandacht komt voor haar aandoening. Het doel van de documentaire is eigenlijk tweeledig. Ik wil graag mensen vertellen hoe ik met uitdagingen in het leven omga. Aan de andere kant vind ik het belangrijk om meer te vertellen over mijn aandoening, cerebrale parese. Dat is een aandoening die je best wel veel
voorkomt, maar wat weinig mensen kennen. Dus daarom heb ik meegewerkt aan de documentaire. Ze is dan ook erg trots op de documentaire, mede door een goede samenwerking met de maker. Ik ben er onwijs trots op. Ik ga een hele goede klik met de documentaire maken. En dat is denk ik het begin van een goede documentaire. Hij heeft mij 1,5 jaar gevolgd. En ook op hele kwetsbare momenten was hij bij mij. En dat kun je alleen maar delen als je heel veel vertrouwen hebt. Dus dat is zeg maar de sleutel tot een goede documentaire, denk ik. De politie zoekt nog steeds naar een vermiste man uit Nijmegen. De 24-jarige Victor Dupont is donderdag voor het laatst gezien in een supermarkt aan de Groene Straat. De politie zegt zich grote zorgen te maken en heeft daarom een oproep voor getuigen geplaatst. Volgens de oproep is hij te herkennen aan een grijze broek, bordeauxrode sweater en lichte sneakers. Hij heeft donkerbruin haar en bruine ogen. De man verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer. Harde knallen zorgen sinds zondag voor veel onrust in Beuningen. Om de halve minuut klinkt er een aantal explosies. Ook afgelopen nacht ging het knallen onverminderd door. Veel mensen trokken bij de gemeente aan de bel om te klagen. Zij zeggen te weten waar het vandaan komt en ermee bezig te zijn. Volgens de woordvoerder betreft het een knalapparaat dat door een boer in het buitengebied gebruikt wordt om kraaien van zijn land weg te jagen. Inmiddels is afgesproken dat het knalapparaat tussen 9:00 s'avonds en 7:00 in de ochtend voortaan uitstaat. Uit een studie van het Radboud UMC blijkt dat een nieuwe bloedtest de terugkeer van de ziekte van Kahler een jaar eerder kan opsporen. De nieuwe test is gevoeliger dan de huidige test. Kahler is een vorm van bloedkanker die jaarlijks bij zo'n 1300 mensen wordt vastgesteld. Ze hebben vaak nog 7 tot 10 jaar te leven. De helft van de patiënten reageert goed op de behandeling, waardoor de ziekte uit het bloed verdwijnt. Helaas komt deze ziekte van Kahler wel bijna altijd terug. Alleen is het lastig te zeggen wanneer. De gemeente Nijmegen wil het voormalige fabriekscomplex Thermion Park, inclusief de schoorsteen, aanwijzen als gemeentelijk monument. Zo wil Nijmegen zich nadrukkelijk profileren als oudste stad van het land. En dat is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk erfgoedbeleid, zegt het college van BMW. De gemeente heeft eerder al aangegeven dat men nieuwe monumenten in de stad wil aanwijzen. Daarbij kijkt men vooral naar objecten die het risico lopen op sloop of ongewenste verbouwingen. De gemeenteraad neemt begin juli een besluit over de voormalige radiolampenfabriek in Nijmegen-Noord. Het was jarenlang zo'n beetje de lelijkste plek van Nijmegen. De hoek bij het busstation van Plein 44, waar voorheen het Aftandse gebouw van Intersport stond. Dat gebouw is al even weg en in het afgelopen jaar herrees op deze plek een enorme woontoren. Op de begane grond kunnen vanaf vandaag de dagelijkse boodschappen worden gedaan, want daar opende deze ochtend een gloednieuwe Albert Heijn. Plein 1944 in Nijmegen staat al jarenlang bekend als onveilig met veel overlast en criminaliteit. Het pand waar eerst het oude versleten gebouw van Intersport stond, hielp daar niet aan mee. Met de komst van een nieuw filiaal van supermarktketen Albert Heijn komt daar hopelijk verandering in. Ik vind het echt fantastisch geworden. Super blij met de grootte van de winkel. En we hebben echt de focus gelegd op het vers gedeelte en echt een foodwinkel. Dus non-food zo klein mogelijk gemaakt. De Albert Heijn aan de Bloemerstraat is met haar 849 vierkante meter de grootste AH in het Nijmeegse centrum. Wat niet alleen zorgt voor extra werkgelegenheid, maar ook meer mogelijkheden biedt voor omwonenden om hun boodschappen te doen. Zoveel mogelijk halen we lokaal, waar niet kan ergens anders. Maar ontzettend veel leveranciers die aangesloten zijn bij ons. Ja. Niet bij alle filialen gaat het klantencontact even goed. Door agressieve klanten bij meerdere AH-filialen gaan medewerkers binnenkort niet meer met naamkaartjes rondlopen. Of kerstverse supermarktmanager Baltussen zich daar ook zorgen over maakt? Het is natuurlijk wel een stadswinkel, dus natuurlijk, daar hoort enig temperament bij. Er is veel reuring in de winkel. Ik heb wel veel ervaring in dit soort winkels, dus ik weet een beetje wat ik kan verwachten. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers voorop te zetten. Dus we zijn bezig daarin met de training heb je dan, maar je hebt ook beveiliging.
Maar ik geloof altijd ook in de klanten altijd goed verwelkomen. En dat je in die zin al heel veel agressie ook tegen kan houden. Dus echt die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel zetten. Vanuit Stichting Meer voor Mekaar kun je vanaf 18 jaar als fietsmaatje een elektrische duofiets gratis lenen. Het doel van het initiatief is om mensen die slechter been zijn of niet meer zelfstandig kunnen fietsen, toch buiten en onder de mensen te laten komen. De elektrische duofiets wordt geïntroduceerd tijdens een speciale informatieochtend in Den Bogert. Ook tijdens deze koffieochtend staat het gesprek met elkaar aangaan centraal. Aanwezigen genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers, terwijl ze informatie krijgen over de speciale fiets en elkaar een stukje beter leren kennen. Dan heb je de duurfiets voor iedereen. Ja? Het is een kwestie van bewegen, ongeacht uw leeftijd, ongeacht de situatie. Harry van Delen is zelf vrijwilliger bij Stichting Meer voor Mekaar en expert op het gebied van duofietsen. Ja, dat gaat heel ver, joh. Dat het is zo dat jongeren die kunnen dus ondersteuning krijgen in hun eigen moment van leven, met hun eigen omgeving en de zorgen die ze dan zelf hebben, tot middelbare leeftijd met mensen die dus te maken krijgen met bijvoorbeeld mantelzorgers. Ja. De doelgroep van de duofiets is dus niet beperkt, maar eigenlijk veel breder. Hoewel het idee van de duofiets iets weggeeft van een tandem, zijn er wel belangrijke verschillen. Een duofiets is een mogelijkheid dat je dus met twee personen naast elkaar gaat fietsen. En dan is het zo dat je hebt een bestuurder en je hebt dus een bijrijder, een passagier. En dan is de passagier degene die de fiets bedient en bestuurt. En de bijrijder die kan dus mee fietsen, maar die hoeft ook weer niet zelf mee te fietsen. Afhankelijk wat de bijrijder de voorkeur aan geeft. Landelijk zijn er tientallen projecten. Afhankelijk van de omstandigheden koos Stichting Meer voor Mekaar voor hun eigen duofiets. Deze fiets is voorzien van alle denkbare veiligheidsvoorzieningen. Het is zo dat veiligheid staat bij ons voorop en Meer voor Mekaar. En het is zo dat als wij denken van nou, het is toch wel een beetje lastig om dus de bestuurder de fiets mee te geven. We hebben ook een mogelijkheid van fietsmaatjes. We hebben Meer voor Mekaar fietsmaatjes. En dan als iemand zegt van nou maar luister, kunnen wij een fietsmaatje vragen om mee te gaan fietsen? Ja, dan kan dat altijd. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, hè, om er toch met die fiets erop uit te gaan. En dan nog het weer. Nou, over het weer van vandaag zullen we het maar eventjes niet gaan hebben. Gelukkig komt er wel wat verbetering aan. Vanavond trekt de regen richting het noordoosten weg en tegen het begin van de nacht zijn we daar dan vanaf. Woensdag biedt een compleet ander weerbeeld. In de ochtend kan het nog even bewolkt zijn, maar verder op de dag is er volop zonneschijn bij een graad of 20. Donderdag gaat er nog een schepje bovenop met 23 graden. Overdag is er nog volop ruimte voor de zon en pas tegen de avond krijgen we met nieuwe buien te maken die ook vrij pittig kunnen zijn. Vrijdag is dat precies andersom. Die dag begint wisselvallig en wordt gedurende de dag steeds beter. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 18 juni. Morgen zijn we er weer en dan onder meer aandacht voor de laatste lichting van het Nijmeegse Dominicus College. De school gaat verdwijnen en de laatste leerlingen nemen momenteel afscheid. Graag tot morgen.